het gevoel van we moeten nu tot actie komen. Om in elk geval op een andere manier de mensen ook de informatie te geven. Want ze hebben wel toegang tot de informatie, maar niet altijd bereikt de informatie op de juiste manier. Veel misleidende informatie, waardoor heel veel onzekerheid, onduidelijkheid en wantrouwen ontstaat. Ja, en waar ligt dat vooral aan, dat de juiste informatie niet tot ze komt? Ja, dat zijn natuurlijk heel veel zaken zoals het social media, Facebook. Hè. We kennen allemaal de algoritmes die toch gewoon leiden tot een misleidende informatie. Ja, maar welke verhalen hoort u dan? Nou, verhalen inderdaad over het zou mijn hele gestel aantasten. Of over vruchtbaarheid. Nou, dat zijn wel de bekende zaken die we inmiddels wel tot orde hebben gekregen. En daar moeten we gewoon op een andere manier mee omgaan. Maar ook gewoon meer representatie. He, de artsen die ook de informatie kunnen geven van kleur of met een migratieachtergrond, dat is nu nog te weinig. Ja? Ja. Dus een Marion Koopmans komt gewoon niet genoeg aan bij de mensen? Jawel, die komt ook wel aan. Maar ik denk dat we het kunnen versterken door ook gewoon meer mensen ook met een biculturele achtergrond vanuit de artsen die informatie ook over te dragen. En waarom maakt dat uit? Herkenning. Herkenning is denk ik het allerbelangrijkste. Hè? En tuurlijk, ze luisteren graag ook naar jou. Maar ik denk dat we ook op die manier de informatie nog veel sterker en gerichter kunnen geven als ze ook die herkenning hebben.